De opstelling van Cambuur. Het feit dat Cambuur met rouwbanden speelt, heeft te maken met de mededeling. In de nacht van maandag op dinsdag is de oprichter en oud-voorzitter Jan Pranger op 91-jarige leeftijd overleden. Stond in 64. Samen met Sietse Westra aan de wieg van de sportclub Cambuur. Bedacht onder meer de naam en de kleuren. 7 seizoenen actief als voorzitter. In 1968 Cambuur onder zijn leiding de eerste club bijvoorbeeld met een spelersraad. Een opmerkelijk man, mooi mens. 91 jaar, we wensen zijn familie heel veel sterkte. En het applaus is dus voor oprichter en oud-voorzitter Jan Pranger. Op 91-jarige leeftijd overleed. Geweldig. Dat het helemaal vol mag zijn hier in Leeuwarden. Maar ook met de 2/3 was het al een bijzonder gezellig zijn hier in Leeuwarden. Bij Cambuur is Schouten terug. En is Molin hier aan de bal waar hij van afgelopen wordt. Maar Boeren to the rescue. Boeren zelf hier doorgelopen zou kunnen schieten. Nee, dat doet hij niet. Een beetje te veel naar de zijkant uitgeweken. Dan probeert hij een voorzet. En die is voor Windahl. Kalon. Kalon is snel. Bangura daar aan de linkerkant. Ook. Molin. Goeie poging. Windahl bokst hem uit het doel. Hard en met overtuiging daardoor geschoten door Molle. Windahl nam geen risico's. Het is ook een tikje glad. Dit zou gevaarlijk kunnen worden als Gudmundsson tot een besluit komt. Maar Gudmundsson blijft een beetje de bal daar bij zich houden en komt op niks. Kans weg voor AZ. Kalon weg voor Cambuur. Kalon, op tijd, Brij. En goed diagonaal geschoten. Dat schieten dat is aan te raden, want het wordt er niet droger op dat kunstgrasveld. Molle. Schouten. Ja, geknoei nu van Schouten. Pavlidis 1-1. Kijkt even, is er iemand mee? Nee, dan moet ik het zelf doen. Maar een spits alleen op de doelman af. Oei, oei, oei. Ja, die moet deze wel maken. Schouten is blij dat hij er zo vanaf komt. Bal van de voet laten springen. En Pavlidis kijkt, is er iemand mee? Nee, dan moet ik het zelf doen. En dat gaat hem niet goed af. Daar zijn geen excuses voor. En hij weet het. Denk ik een aansporing tot meer overleg. Soudewaar. Al bij de tweede paal weggehaald door Schmid. Kalsen. Wijndal krijgt hem precies op tijd terug van Klaas hier. Wijndal. En die is binnen. Die is binnen. Het is een mooi uitgespeelde aanval van AZ. En het is Dani de Wit. Dat is de eerste voor de competitie. En vooral Pavlidis, kan ik me zo voorstellen, zal daar uitgebreid mee vieren. Want die denkt van zo. Een paar minuten later is het alsnog raak. Ja, het is een prachtige aanval. Kalon. Goed geopend. Brij die de tijd heeft. Bangura. Bangura.
Misschien een beetje wild geschoten, maar het was verleidelijk om op die manier te doen. Breij die de tijd heeft op de kijk. Die tijd goed benut. Slechte keus van Moller. Uiteindelijk hier Pavlidis. Na het goede werk van Mitchell. Pavlidis die wacht. Voilà, hier als hij goed meeneemt. Wijndal. Karlsson zou kunnen schieten. Sleept hem. Dat heeft AZ goed gedaan. Die fraaie treffer. Het is een lastige periode voor Cambuur. Het moet uitkijken dat het niet nog meer schade oploopt. Daar lag Stevens al in de veronderstelling dat die bal wat harder zou zijn. Dat is Karlsson die hem geeft op de wit. Maar ja. Muren voor de wedstrijd werd afscheid van hem genomen. 66 duels, 64 doelpunten en 19 assists. Boeren. Molin. Tekort. Doorzien door Mitchell. Klaasie. Goedmundsson. Zo. Ja, dat is wat enthousiast van Bangura. Geel, zegt Kamphuis. Nu langzamerhand steeds meer balbezit voor Cambuur. Dat hier met Schouten in de buurt van iets gevaarlijks was. Een tikje van Karlsson. Levert behoorlijk wat ruimte op voor Wijndal. Wijndal nog altijd met veel ruimte. Zou het zelf kunnen doen en dat doet hij ook. Ja, als je zo ongehinderd door mag, ben je na 33 minuten goed als aanvoerder van AZ voor een doelpunt en een assist. Vrije doortocht voor Owen Wijndal. En dan blijft wel overeind staan dat Wijndal hem onberispelijk in de verre hoek schuift. Want dat is ook niet iedereen gegeven. Is het nu Hoedemakers die trapt? Ja. Wijndal met één vuist. Karlsson. Pavlidis. Bangura is snel. Stevens niet trapvast. Schouten ook niet. Twee keer vuurpijlt Cambuur zich niet uit de problemen. Dit baasje van de Wit is goed, Karlsson. Daar is Stevens op tijd. Blijkt op het moment dat de botsing bijna daarbij is. En Karlsson heeft last. AZ dichtbij een derde. Halit Boularus. Kan op. Hoedemakers. Ja, bal nog van richting veranderd. En daar is het, de derde van de wedstrijd. AZ gooit de wedstrijd, denk ik, op het uur definitief in het slot. En weer is AZ er razendsnel uit. Geen sprake van buitenspel. Paasje van Pavlidis past precies voor Klaas. Maakt dat heel fraai af. Boeren gaat eraf en daar komt dan de Letse spits. Ulrik is voor in de plaats. Lang geblesseerd geweest. Debuteert vandaag dus de Letse International. Van Breij, dat is goed. Poldriekes. Poldriekes. Ja, ja. Aardig. Wijndal ver het doel uit. Kansloos om nog iets bij of met de bal te kunnen doen. Maar het wordt opgelost. Vooralsnog dan toch. Even een korte opleving van Cambuur. Leidt dat tot meer? Ja. Breij met het schot. Verricht hij veranderd. Het is binnen. Het is 3-1. Cambuur. In ieder geval gescoord en een beetje terug in de wedstrijd. De inzet van Breij. Bangura, Breij.
En dan is het denk ik Oldikus. Die hem zal claimen, de spits van Cambuur. De led. Want die raakt hem aan. Cambuur weer. En die is net niet binnen. Brij was het weer. Schot van een meter of 16. De Wit wint. En dan maakt Bangura een overtreding ten opzichte van Witri, is het oordeel. Krijgt Bangura rood. Ja, wat een haat. Natuurlijk al wel geel. Nu hier in Leeuwarden 3-1. Enige smetje. Die tegentreffen. Maar zo moet je altijd wel wat op te merken hebben als trainer. De wedstrijd waarin AZ aanvankelijk een beetje lastig had de eerste 10 minuten. Maar via De Wit op voorsprong kwam 0-1. Aangeven van Wijndal. Wijndal die zelf voor 2-0 zorgde. En na rust op het uur spelen Klaasie. Uitstekende wedstrijd. Bekroond met een treffer op aangeven van Pavlidis. En die ene tegentreffer van Oldrik is met een beetje geluk. Via Brij. Dat was niet voldoende om de zaak nog te keren.